Welkom bij een nieuw MNO filmpje. Ditmaal over ratios de liquiditeit. Het is het eerste deel, ik deel het in tweeën. Dit eerste filmpje zal alleen maar gaan over de liquiditeitsratio's. Liquiditeitsratio's, dan kennen we er eigenlijk drie. De werkkapitaalratio, de current ratio en de quick ratio. En we zullen ter bespreking beginnen met de beschouwing van het werkkapitaal. Bij liquiditeit draait het eigenlijk maar om één ding. Kun je je schulden op korte termijn betalen? En daartoe zullen we zo eerst eens eventjes gaan kijken naar een balans. We nemen de volgende balans en dat is ook het voorbeeld wat we een beetje aan zullen houden. We zien gebouwen, inventaris, goederenvoorraad, debiteuren, de postbank, de kas. In totaal 2.140.000 euro. Aan de andere kant aandelenkapitaal, reserves, een hypothecaire lening, crediteuren, te betalen bedragen en ING Bank, dus een bankschuld van 80.000 euro. Nou, de gebouwen en de inventaris vormen samen de vaste activa, want ze zijn langdurig in de onderneming aanwezig. Goederenvoorraad en de debiteuren vormen de vlottende activa, want ze zijn snel in geld om te zetten. Liquide middelen is natuurlijk gewoon geld wat we hebben in de onderneming waarmee we inderdaad rekeningen kunnen betalen. Het eigen vermogen wordt gevormd door het aandelenkapitaal en de reserves. Het langvreemd vermogen is in dit geval alleen maar de 5% hypothecaire lening. De crediteuren, de te betalen bedragen en de ING-bank vormen samen het kort vreemd vermogen. En daar zullen we een beetje op inzoomen, want liquiditeit, dat was, kun je je schulden op korte termijn betalen. Daarvoor kijken we eerst naar het werkkapitaal. En dat is tevens het eerste kopje van dit filmpje. Werkkapitaal wil zeggen, hoe lang zit vermogen opgesloten in de vaste activa? Nou, lang vermogen vinden we bij het aandelenkapitaal, de reserves en de 5% hypothecaire lening. Deze gelden zijn langdurig in de onderneming aanwezig. Ze zijn niet snel opeisbaar, we kunnen er lang over beschikken. Echter, een deel van dat vermogen zit opgesloten in de vaste activa, in ons geval de gebouwen en de inventaris. 1.540.000 euro aan lang vermogen. En daarvan hebben we 1.180.000 euro in vaste activa zitten. Het verschil van in dit geval 360.000 euro noemen we het werkkapitaal. Werkkapitaal is dus het eigen vermogen plus het vreemd vermogen lang min de vaste activa. Die kunnen we ook uitdrukken als een percentage van het vreemd kort vermogen. En dan kom je bij de werkkapitaalratio. De werkkapitaalratio is simpelweg het werkkapitaal gedeeld door het vreemd vermogen kort. Als we dat in ons geval doen, dan komt dat er zo uit te zien. Het werkkapitaal, wat we net hadden uitgerekend, gedeeld door het kort vreemd vermogen. 360.000, want dat was het werkkapitaal, gedeeld door 600.000 euro aan kort vreemd vermogen, een ratio van 0,6. Percentage? Nee, geen percentage. Deze ratio drukken we gewoon zo uit, als een verhouding. Dan komen we bij de current ratio. De current ratio spreekt misschien iets meer tot de verbeelding. Bij de current ratio gaan we kijken. Die rekeningen op korte termijn van 600.000 euro, die wil ik kunnen betalen. Hoeveel speling heb ik daar nu bij? Ik heb de goederenvoorraad en de debiteuren. Als we voor deze bedragen op de balans staan, dan gaan we ervan uit dat we ze ook snel om kunnen zetten dat ze daadwerkelijk deze waarde hebben. De liquide middelen, de postbank en de kas, dat is geld wat ik sowieso per direct ter beschikking heb. Dus die twee samen, de vlottende activa en de liquide middelen, die heb ik om die schulden op korte termijn mee te betalen. Dus, als ik die uitdruk in de verhouding ten opzichte van elkaar, dan heb ik de current ratio. In dit geval, vlottende activa plus liquide middelen, gedeeld door het vreemd vermogen kort, is de current ratio. En dat levert in dit geval 1,6 op. Wat wil dat nou zeggen? Dit zegt, de schulden op korte termijn zijn 1,6 keer te dekken vanuit de middelen die we op korte termijn vrij kunnen maken. En dat is goed. Als de current ratio 1 zou zijn, wat zegt dat dan? Nou, dat zou betekenen dat onze vlottende activa en de liquide middelen precies genoeg zijn om de schulden op korte termijn te dekken. Dat is een riskante situatie voor een bedrijf en we hebben dan nul speelruimte. En als hij 0,5 zou zijn,
Ja, dat betekent dat we onze schulden op korte termijn niet kunnen dekken en dat betekent dat we op de rand van het faillissement verkeren. In ons geval 1,6 zou je kunnen zeggen dat de onderneming liquide is. Let wel op, 1,6, er zijn branches waarbij bedrijfstakken waarbij we liever een wat hogere zien en er zijn bedrijfstakken waarbij dit wel oké is. Als je een opgave krijgt, dan is meestal de current ratio van de branche bijvoorbeeld ook gegeven om mee te vergelijken. De quick ratio. Misschien is je net opgevallen dat we ervan uitgingen dat onze goederenvoorraad en de debiteuren snel om te zetten waren in geld. Dan kun je nogal zo je vraagtekens bij zetten. Is onze voorraad wel zoveel waard? Als we snel geld nodig hebben, zit daar een flink risico. Ga maar na. Als we een winkel hebben in levensmiddelen of een vishandel, of als we heel modieuze kleding verkopen, dan zou het goed kunnen zijn dat als we met een beetje voorraad blijven zitten, dat die lang niet meer zoveel oplevert. Ik wil dus eigenlijk wel graag weten wat mijn liquiditeit is als ik de goederenvoorraad weglaat. En zo kom ik bij de quick ratio. Daar laten we de voorraden weg. Waarom? Even op een rij. Voorraden kunnen verouderen, voorraden kunnen bederven, voorraden kunnen uit de mode raken en voorraden kunnen in prijs dalen. Voorraden kunnen alleen voor onze onderneming waardevol zijn. Als ik bijvoorbeeld t-shirts heb laten drukken met mijn bedrijfsnaam erop of iets dergelijks. Nou, laten we de current ratio eens eventjes berekenen voor ons voorbeeld. Dus in dit geval neem ik de debiteuren zonder de goederenvoorraad. Ik neem de liquide middelen, de postbank en de kas. En deel ik door datzelfde vreemd vermogen kort. Maar je ziet al aankomen dat de quick ratio natuurlijk lager uitpakt dan de current ratio. In dit geval, ik kom uit op 1,2. Inderdaad, hij was 1,6, is nu 1,2, dus hij is gedaald. Wat zegt dat nu? Dit zegt, de schulden op korte termijn zijn 1,2 keer te dekken vanuit de middelen die we op korte termijn vrij kunnen maken, buiten de voorraden om. Dat is goed. Dus als we de voorraden buiten beschouwing laten, zijn we nog steeds liquide. Welke waarde voor de ratio's goed wordt bevonden, wordt mede bepaald door de branche. Voor een advocatenkantoor is dat anders dan voor een autobedrijf. Daar kunnen we nog iets over zeggen. Twee termen die we ook tegenkomen zijn de ijzeren voorraad en de debiteurenkern. Als we de ratio's berekenen, dan gaan we uit van het uiterste. Maar als we eerlijk zijn, elk bedrijf heeft voorraden en elk bedrijf heeft rekeningen openstaan. Ze komen in werkelijkheid nooit helemaal op nul. Daar kunnen we rekening mee houden. Voor zowel de voorraad als voor de debiteuren nemen we een minimum. En dat rekenen we tot de vaste activa. Die delen noem je de ijzeren voorraad en de debiteurenkern. Kom je die twee tegen, dan reken je ze altijd tot de vaste activa. Laten we even kijken naar een simpele opgave waarin dat we de liquiditeitsratio's berekenen. We nemen een simpele balans. De bedragen zijn natuurlijk keer 1000. Gebouwen, inventaris, een voorraad auto's, een voorraad materialen, debiteuren, postbank en kas. Aan de creditzijde het eigen vermogen, een hypotheek, crediteuren en de ABN. Nou, ook dat is natuurlijk weer een bankschuld. En de opgave is bereken A, het werkkapitaal, B, de werkkapitaalratio, C, de current ratio en D, de quick ratio en beoordeel de liquiditeit. Als je nou goed wilt oefenen, dan zet je de video nu eventjes op pauze en dan kijk je eventjes of dat je ze zelf uit kunt rekenen. Dan kom ik zo met de antwoorden. Als je dat goed hebt gedaan, dan zou je ongeveer zo uit moeten komen. Een werkkapitaal van 252. Een werkkapitaalratio van 0,31. Een current ratio die best oké is van 1,31. Het houdt niet over, maar hij is meer dan 1. Een quick ratio van 0,25. Nou, als we die liquiditeit gaan beoordelen, dan is je conclusie natuurlijk beroerd. Vooral de voorraad. De hoge voorraad is riskant. En dan zie je ook het enorme verschil tussen de current ratio en de quick ratio. Gaan we nou kijken naar de voorraad, dan zien we dat het een autobedrijf is met een enorme voorraad aan auto's. €778.000 ten opzichte van de gebouwen van €845.000.
De voorraad auto's is bijna zo groot als het eigen vermogen. Je ziet dus dat die kwikratio heel erg laag uitkomt. Hè? In combinatie met natuurlijk de hoge korte schulden. Als je hem nou fout had, kijk eventjes of dat je door je berekening aan te passen aan het goede bedrag komt. Meestal gaat het mis omdat mensen verkeerde posten nemen om de ratio's te berekenen. Laten we het voorbeeld een klein beetje aanpassen. Nu stellen we, voor opgave 2, de ijzeren voorraad op 300 en de debiteurenkern op 50. Let op, we zeggen dus eigenlijk dat de voorraad nooit onder de 300 komt en dat de debiteurenkern nooit, dat de debiteuren nooit onder de 50 komen. En we berekenen op dezelfde manier weer de punten zoals we dat net ook hebben gedaan. Het werkkapitaal, de werkkapitaalratio, de current ratio en de kwikratio en beoordeel vervolgens de liquiditeit. Zet de video weer op pauze, reken ze eventjes door en dan daarna volgt het antwoord. Nu, dan zou je als je het goed hebt gedaan op deze antwoorden moeten komen. Hey, je ziet nu iets heel raars gebeuren. Je ziet dat het werkkapitaal negatief uitkomt. Nou, dat is natuurlijk een hele slechte zaak als dat gebeurt. Het is niet onmogelijk, dat kan. Werkkapitaalratio wordt dan natuurlijk ook negatief. De current ratio is dit in dit geval heel laag geworden. Zelfs de current ratio is onder de 1. En de quick ratio is echt uiterst bedroevend met 0,19. Als we deze liquiditeit beoordelen, dan kunnen we niet anders zeggen dan dat die zeer slecht is. Het bedrijf kan niet aan zijn verplichtingen op de korte termijn voldoen. Dit is het einde van de liquiditeitsratio's. Ik hoop dat je er iets aan hebt gehad. Als je het ingewikkeld vindt, kijk de video rustig nog een keer. En nogmaals, reken zelf de voorbeelden uit de opgave door. Veel succes!